ben Max van der Linden, ik ben 17 jaar, ik zit op de opleiding HTV en ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik graag door wil naar de politie. Het verschil tussen HTV en beveiliger is dat HTV vooral op straat is en je spreekt mensen aan op hun gedrag. Hey, laat even! Wacht even, laat even! Laat even! En bij beveiliger ga je meer op de winkeldiefstal, op het letten van gedrag van jongeren in een winkelcentrum, dus je bent vooral binnen bezig. We hebben 3 keer in de week sport. De eerste dag, dat is op woensdag, hebben we looptraining. Dan moeten we hardlopen, dat doen we op het atletiekveld in Alphen, vlakbij de Zegerplas. Vervolgens hebben we vrijdag eerst houding en weerbaarheid. Dat is vooral je grenzen verleggen. Nu zijn we heel veel bezig met leren boeien. We hebben de weken ervoor 3 keer gebokst. Je leert bij HTV vooral van alles. Je leert bijvoorbeeld het wetboek, de BOA-regels eigenlijk. Je leert welk geweld je mag toepassen en wanneer. Je leert boeien en gewoon rekenen, Nederlands en Engels horen er ook bij. Wat ik leuk vind is vooral het verschil tussen de praktijk en de theorie. Het is goed verdeeld. Ja, de theorie is eigenlijk ook helemaal niet zo moeilijk als je er een beetje in verdiept. Je leert vooral op de stage omgaan met verschillende soorten mensen. Je spreekt mensen in Haag heel anders aan. Dat is een heel ander soort cultuur dan hier in Alphen. In Alphen zijn ze allemaal rustiger en in Den Haag heb je vaak een grotere mond dan hier. Dus daar moet je ook een beetje op inspelen. Je moet overal weerbaarheid tonen, dus je moet er echt tegen kunnen. Je moet een soort type student voor de HTV zijn met een grote mond die ergens tegen kan. Vooral stevig in je schoenen staan. Maar ook kunnen inleven in anderen. Je moet niet alleen maar denken van ja, maar ik vind dit. Je moet echt mee kunnen denken met anderen.